Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie uittesten van Essence, namelijk de Blooming Bright collectie. Dit is een trendeditie die vanaf deze maand in de winkel zal liggen. En ik heb hem zelf al wel eventjes in huis, maar ik heb bewust even gewacht met het opnemen van deze video, totdat hij bijna in de winkel zou liggen. Dat mocht je interesse hebben om producten uit deze collectie te kopen, hij misschien wat... wat beter blijft hangen als die bijna in de winkel blijft liggen. Ik ga in deze video meer informatie geven over deze collectie. En ik ga uiteraard de producten uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze nieuwe trendeditie van Essence, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat zegt Essence zelf over deze collectie? Het is echt een beetje een zomercollectie. Het is een flower power collectie in vrolijke kleuren. Deze collectie zou zorgen voor zomerse vibe in je beauty case, maar ook voor alle make-up lovers. Glinsterende nudes zijn de must-have in deze collectie. En het zijn ook een beetje de kleuren van dit seizoen en ze geven de juiste hoeveelheid kleur in elke look. Dat is wat Essence zelf over deze collectie vertelt. Ik heb 5 producten uit deze collectie. Naast deze producten was er ook nog een kwastje te koop en een beauty blender. Ik heb ervoor gekozen deze niet aan te schaffen, omdat ik zelf gewoon goede kwasten heb en tegenwoordig ook een heel goed sponsje. Dus dat soort producten koop ik eigenlijk nooit meer, omdat ik weet dat ik het toch niet zal gebruiken. Ik zal jullie even de producten laten zien die ik wel heb en ik zal de prijzen daarvan even in beeld neerzetten. Ik begin met het oogschaduw en eyeliner paletten en dat is deze. Het is dit paletten. Hij heeft de naam 01 See Me Blooming gekregen. En hier zit dus oogschaduw in en 2 eyeliner kleuren. Op de achterkant zie je ook een afbeelding staan waarop aangeduid wordt wat de eyeliner kleuren zijn. Over dit paletten zegt Essence zelf... het is voor een bloemrijke zomerlook. Het paletten zou elke oog-make-up look veranderen in een schitterende blikvanger. De kleuren variëren van levendig neon tot natuurlijke finish in matte en metallic nude tinten. Het hoogtepunt zouden 2 watergeactiveerde texturen in oranje en roze kleur zijn. En dat zijn dan de eyeliners. Je zou hier unieke eyelinerstijlen mee kunnen maken. Je kunt ze ook droog gebruiken, maar dan zijn het eigenlijk meer oogschaduws. Dus dat is eigenlijk wat Essence er zelf over te zeggen heeft. Het is gemaakt van karton, het paletje. Er staat ook inderdaad achterop activate with water of use dry. Dus... je kunt ervoor kiezen. Dit is de binnenkant van het paletje. Nou, dan heb je... ik haal even het dingetje los. Ik heb hem. Dan heb je hier het paletten. En je ziet inderdaad dat het wat nude kleuren heeft, maar ook een paar gewaagde kleuren. En dan deze 2 kleuren zijn de eyeliner, die je dus droog of nat kunt gebruiken. Er staan geen namen bij, wat ik wel heel leuk vind. In deze zit een bloemetje gedrukt. Ik zal even een paar kleurtjes oppakken, zodat je een idee hebt wat het doet. Kijk, dit is de pigmentatie van het paletten. Ik vind het er wel heel leuk uitzien. Dus ik ben zelf heel erg benieuwd wat het gaat doen voor de ogen. Het volgende product wat ik heb, dat is de Mattifying Stone Roller. En dat is deze. Die wordt geleverd in een doosje. Deze heeft de naam 01 Bright and Ready to Roll gekregen. Hiermee zou je kunnen stralen op de juiste plekken. Het is een matterende steenroller die de huid lichtjes matteert. Voor een sebumvrije look. Het is een echte vulkaansteen die moeiteloos over de huid zou glijden. En een matte look geeft. In het bijzonder op zonnige dagen. Heeft natuurlijk de
Nou, op zonnige dagen heeft de T-zone de neiging om vettig te worden. En deze gezichtsroller zou het dus makkelijk maken om deze delen van het gezicht te matteren. Je kunt dit gebruiken met of zonder make-up. In ieder geval zou de steenroller ervoor zorgen dat je op de juiste plekken straalt. Ik ga hem eventjes openmaken. En dan ziet hij er zo uit. En dan heb je hier gewoon de steen die je dus over je gezicht kunt rollen. Dus ik ben wel benieuwd wat dat zal doen. Dus dat gaan we natuurlijk zo proberen. Dan heb ik de blushlighter. En dat is deze. Deze heeft de naam 01 Bloom With Me gekregen. En hier staat bij Flower Power op de huid. Het is een blush en highlighter in één. Dus een absolute must-have voor dit zomerseizoen. De felroze en oranje tinten gecombineerd met een vleugje goud geven je meteen een stralende look. De zachte, hoge gepigmenteerde poedertextuur kan heel precies worden aangebracht en makkelijk geblend worden. Voor een prachtige, zongekuste huid. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem even openmaken. Hij ziet er dan zo uit. Ja, of ik nou echt dit als highlighter wil gebruiken. Ik denk eerder dat ik hier dit gewoon als blush wil gebruiken. Want ik zie eigenlijk nog geen gouden deeltjes in de swatch zitten. Dus dat vind ik een beetje een lastige. Maar dat gaan we zo wel proberen. Het kan gewoon zijn dat ik alsnog voor een losse highlighter ga kiezen. Maar dat gaan we zo wel zien. De laatste twee producten, dat zijn de Lip Glow Sticks. En dat zijn deze twee. In twee kleuren komen ze. Ik heb de kleur 01 Smiling Bright en 02 Bloom Up gekregen. Ik zal ze zo even laten zien. Eerst even kijken wat Essence hier zelf over zegt. Je zou de mooiste glimlach op je gezicht kunnen toveren. Dat is het motto van de twee nieuwe Blooming Bright Lip Glow Sticks. Het is een glanzende klos en een voedende stick in één. Het is de ultieme combinatie voor zachte lippen met een glow effect. Hij heeft een subtiele kleurverspreiding in oranje of roze. En hij zou je natuurlijke lipkleur accentueren. Perfect voor een alledaagse make-up look. Het is een formule die doordrenkt is met olie. En die zou ervoor zorgen dat de lippen zacht en soepel aanvoelen en intense bescherming bieden. Ik heb hier de oranje variant. Die ziet er zo uit. Ik ga hem even swatchen. Ik zie hem wel. En dan heb ik de roze variant. Die ziet er zo uit. Ik heb ze hier eventjes aangebracht. Je ziet inderdaad een subtiele kleur. Dus ik ben benieuwd wat het voor de lippen gaat doen. Dus ik ga eventjes een spiegeltje pakken en een haarbandje indoen. En dan gaan we de producten maar gewoon eens eventjes uitproberen. Zo, ik heb jullie even wat ingezoomd. En dan ga ik beginnen met die stone roller. Ik moet wel zeggen, ik ben momenteel niet heel erg aan het glimmen. Maar we gaan het gewoon eens proberen, omdat ik ook wil weten hoe het op de huid aanvoelt. Ik heb even een spiegeltje erbij gepakt, want helaas zit in nergens van de producten een spiegel. En ik ga dus gewoon hier een beetje over mijn huid heen. Oh, dat maakt wel een lekker geluid, jongens. En dan die neus zo. Oh, hij geeft wel kleur af. Kijk, want ik word hier een beetje oranje. Nou, oké. Zo. Ja. Ja, weet je, ik zie wat kleur. Ik zie dat ik hem gebruikt heb. Maar ik was nu ook niet heel erg aan het glimmen. Dus ik denk dat je dit echt een hele dag door moet testen om te kijken of dat je gaat glimmen. Maar momenteel is het ook niet echt zonnig. En ik hoef ook de deur niet uit. Dus ik weet niet of dat dit heel veel effect gaat hebben. Of dat het echt werkt. Daar zal ik er misschien langer voor moeten testen. Maar ja, voor nu. Ja. Het voelt apart aan op de huid. En het maakt een raar geluid. Maar meer kan ik er niet echt over zeggen. Ik ga eventjes heel de basis er eventjes opgooien van mijn make-up. En dan kom ik zo bij jullie terug voor de andere spullen uit te testen.
Oké, de basis zit erop. We gaan nu verder met die blush lighter. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik hem ook als highlighter wil gebruiken. Omdat ik het toch best wel een heftig kleurtje vind voor een highlighter. Dus ik denk dat ik er zelf gewoon nog even een highlighter op ga doen. En dat ik hem gewoon nu eventjes ga gebruiken als blush. Eigenlijk een soort ombre brush. Ik neem gewoon wat op en ik zie dat hij al best wel goed oppakt op mijn kwast. Ik vrees dat hij ook best wel intens gaat zijn. Komt-ie. Ja, zie. Kijk, dit wil je toch niet als highlighter, jongens. Oeh, echt een beetje te veel. Nou, dat ga ik zometeen eventjes proberen te blenden. Het is nou net of dat iemand je een slag heeft gegeven. Nou, even kijken of ik het met de andere kant van mijn kwastje kan blenden. Dat ik het even met mijn vingers moet doen. Nou, ze zeggen dat hij heel makkelijk te blenden is, maar... Oh ja, daar komt hij. Even geduld. Ja, dan ziet hij er eigenlijk op zich wel redelijk natuurlijk uit. Maar niet als highlighter voor mij hoor. Dat heb ik wel gezien. Want ik zie ook niks van die licht reflecterende deeltjes. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Nee, dat is voor mij een no-go. Dus ik gooi er straks gewoon eventjes een eigen highlighter op. Maar op zich ziet hij er dan best wel mooi uit. Maar hij is dus wel intens. Dus je hoeft niet zo heel veel op te pakken. Want je moet hem dan heel goed blenden. Maar dat was natuurlijk al een beetje verteld. Maar op zich kan het er zo prima mee door. Dan ga ik door met de ooglook. En dan zal ik jullie ook weer eventjes wat meer voor inzoomen. Zo, jullie zijn ingezoomd voor de ooglook. En dan ga ik eventjes kijken. Ik denk wel dat ik een beetje met de neonkleuren wil gaan werken. Ik denk dat ik als basiskleurtje wel de twee nude kleuren gaan nemen. Dus dat is eerst deze kleur ga ik dan aanbrengen. Eventjes als een soort transitiekleurtje in de arcadeboog. Dus ik pak eventjes mijn kwastje. Gewoon even dat je een beetje een soort basiskleurtje hebt. Dat is prima. Dan ga ik dan zometeen toch nog even overheen met een ander kleurtje. Zo. Je ziet hem wel heel licht, maar het is niet heel intens. Daar ga ik dan overheen met deze kleur uit het paletje. Dus we pakken weer een kwastje. Omdat ik de andere kleuren worden wel wat intenser. Dus op zich mag dit wel wat lichter zijn, vind ik. Ik ben alleen niet heel slim geweest, want ik ben een blendingskwastje vergeten. Dus die moet ik zo nog wel eventjes halen. Want ja, het moet natuurlijk wel weer eventjes geblend worden. Waar ik altijd zo op hamer. Maar het is vrij licht. Dus ik zal hem eventjes met een blendingskwastje ook gaan blenden. En dan ja, is die vrij licht, maar op zich wel prima voor nu. Zo, eventjes heel licht. Het is een vrij lichte basis. Maar ik wilde hem ook niet heel zwaar hebben. Zo, dan ga ik aan de buitenste ooghoek deze rode kleur aanbrengen. Die is dan wel weer wat heftiger, maar ja, ik wilde ook gewoon een beetje spelen met de kleuren. Hij neemt goed op de kwast. Ja, hij neemt heel goed op. Twee laagjes is alweer voldoende. Zo.
Nou vind ik wel dat die arcadeboog nu heel erg wegvalt. Dus misschien dat ik die zometeen nog een beetje aanzet met een ander kleurtje. Daar heb ik wel een idee bij. Maar misschien is het ook wel mooi zo. Dan moet ik eventjes kijken. Eerst dit maar eventjes blenden. Zo. Ja, ziet er wel heel leuk uit. Dan wil ik dus op het bewegende ooglid dit licht oranje kleurtje aanbrengen. Die. En dan denk ik dat ik zo meteen toch even wat ga doen aan die arcadeboog. Maar eerst deze er eventjes op. Heel mooi licht. Ja, dat ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Ja, dat kan er wel mee door. Maar ik mis toch wat in die arcadeboog nu. Omdat toch die nudekleur een beetje wegvalt. Is dat wel eventjes een experimentje wat ik zo wil gaan doen. Of het lukt, dat weet ik ook helemaal niet. Ja, op zich weet je, ik weet ook niet of ik het ga doen. Ik denk dat het op zich ook wel mooi is eigenlijk. Nee, ik ga dat helemaal niet doen wat ik van plan was. Nee, want nu ik het geheel zo zie, denk ik, het is eigenlijk hartstikke leuk. Dus nee, het valt me eigenlijk niet tegen. Dan heb ik eventjes een klein kwastje meegebracht. Dan ga ik met die witte kleur hier ook, ga ik eventjes de boel een beetje strak trekken. Dus op het wenkbrauwbod en aan de binnenkant van de ooghoeken. Nee, dan kan het eigenlijk prima. Nee, ik was er voorbarig, jongens. Kan gebeuren. Zo. Dat is klaar. Dan gaan we gelijk door naar die eyeliner. En er wordt natuurlijk gezegd dat je hem nat moet gebruiken. Maar ik wil hem dus droog proberen. Want ik heb al een keer een nat zo'n paletje gehad met zo'n eyeliner. Die probeerde ik toen vochtig. En dat vond ik eigenlijk geen succes. Ik wil gewoon kijken of ik hem zie als ik hem ook gewoon als poeder gebruik. Ik ga daarvoor de roze kleur gebruiken. Dus ik hoop dat je hem gaat zien. Maar dat gaan we zo meteen dus meemaken. Ik ben benieuwd. Ik heb een beetje een klein kwastje. Oh, dat werkt prima. Oh, je ziet hem wel. Misschien was hij bij deze ooglook is die niet heel opvallend. Dat maakt op zich niet uit. Als je heel goed kijkt, zie je hem gewoon langs die rand zitten, omdat hij dus echt roze is. Ik vind het wel een succes. Ja, ik denk dat dit beter is dan dat ik hem nat zou gebruiken. Doen we ook aan de andere kant. Ja, omdat ik toch met het nat maken van zo'n product niet een hele goede ervaring heb, wilde ik dat eigenlijk ook niet doen. Want kijk, dit zie je eigenlijk ook prima. Zo is het dan geworden. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik ga hem nu ook eventjes helemaal afmaken met mascara en eyeliner. En dan kom ik bij je, of eyeliner met een oogpotlood, sorry. En dan kom ik terug om te laten zien hoe het er dan uitziet. Dan ziet de ooglook er uiteindelijk zo uit als hij afgemaakt is. Ja, ik vind het zelf wel leuk. Misschien dat je de eyeliner niet heel goed meer ziet. Maar ik vind hem zelf wel heel leuk geworden. Maar dat is natuurlijk ook een persoonlijke keuze. Maar ik ben er wel heel blij mee. Nou, dan gaan we door naar de lipkleur en ik wil de roze lipkleur gaan aanbrengen. Dus even kijken, dat was deze. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet op de lippen. Dus ik ga hem nu gewoon aanbrengen. Oh, hij ruikt wel heel lekker. Hij ruikt heel lekker. Heel zoet, heel fris. Nou, die ziet er dan zo uit.
glinstert mooi, absoluut. Daar kan ik niks van zeggen. Het ziet er wel mooi uit, maar ik had misschien toch wat meer kleur verwacht. Maar ja, voor nu ziet het er wel mooi uit. Dus op zich ja, vind ik het er wel heel leuk uitzien. Oké, wat vind ik nou van de producten uit de collectie nu ik helemaal klaar ben? Ik begin eventjes met die stone roller. En ik moet zeggen, ik vind het lastig om daar nu al iets heel duidelijks over te vertellen. Omdat ja, ik er nu nog niet zo heel veel over kan zeggen of die echt het gezicht gaat matteren. Kijk, ik glim nu absoluut niet. Maar ja, als je echt misschien een zomerdag hebt dat je veel gaat glimmen, weet ik niet of die dat tegenhoudt. Ik durf je daar gewoon geen antwoord op te geven. Dus ik ga dat ook gewoon niet doen, omdat ik het gewoon echt niet weet. Dus ik vind het een beetje lastig. Ik denk dat dit een beetje een probeersel is van doet het of doet het niet. Om, ja, ik kan hem daar nu gewoon niet duidelijk genoeg voor testen. Dus dit is een twijfeltje. De blushlighter vind ik wel heel erg mooi, maar dan wel vooral als blush. Hij is heel intens, dus je hoeft niet veel te gebruiken. Het blenden ging uiteindelijk wel makkelijk. Maar ik zou hem niet als highlighter gebruiken, omdat ik eigenlijk niks van de gouden deeltjes terugzie. En ik daardoor toch liever kies voor een losse highlighter, omdat ik dat dan toch wat mooier vind. En ik vind hem ook iets te heftig voor highlighter, maar voor blush vind ik hem prima. Het oogschaduwpaletten vind ik heel leuk. De kleuren brengen makkelijk aan, het blenden gaat ook makkelijk. Het is leuk dat er gekozen is voor gecombineerde kleuren van nude tot neonkleuren. Ik vind de eyeliner droog eigenlijk ook prima werken. Net wat ik zeg, ik heb eerder zo'n eyeliner nat geprobeerd. Dat vond ik niet zo'n succes. Dus ik vond het op zich vind ik hem wel heel leuk. Ik heb wel het idee dat de oogschaduw een beetje naar boven uitloopt. Maar op zich maakt dat niet heel erg uit. Alleen de eyeliner die valt wel een beetje weg bij deze look. Omdat hij misschien toch te fel is. Misschien dat je hem bij een nude look beter ziet. Dus ja, dat is een beetje ook een probeerseltje. Dan de lipgloss. Ik moet zeggen, ik vind hem er uiteindelijk mooi uitzien. Ik had alleen leuker gevonden als er wat meer kleur op zat. Want dit is voor mij wel heel natuurlijk, omdat ik normaal gewend ben om best wel heftige kleuren te dragen. Maar op zich is het ook prima, weet je. Het is gewoon voor dagelijks en vooral als je last hebt van je lippen is het ook wel lekker. Je hebt een mooie glow. Ze voelen fijn aan. Hebben een hele fijne geur. Ik vind deze kleur er wel heel mooi uitzien. Maar ik had misschien wat meer kleur verwacht. Dus dat is eigenlijk mijn conclusie van deze collectie. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij van plan bent om producten uit deze collectie te kopen. Of misschien heb je ook al producten destijds online besteld toen die online stond. Ik ben ook wel benieuwd wat je van deze hele look uiteindelijk vindt, hoe het geworden is. Laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doei!